Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering ga ik jullie vertellen hoe je van de snorfiets een bromfiets kunt maken. In Nederland kennen we twee typen scooters. De snorfietsen en de bromfietsen. Een snorfiets is een scooter of een brommer die maximaal 25 km/u mag en op het fietspad moet rijden in Amsterdam. Is dat een beetje veranderd trouwens, maar fijn. Normaal gesproken op het fietspad dus, blauwe plaat. We hebben ook met de gele plaat, die moest op de weg rijden, soms op het fietspad, en die gaat 45 km/u. Als jij dus jouw snorfiets van een blauwe plaat naar een bromfiets gele plaat wil maken, zul je de snuit omhoog moeten brengen en moet de scooter technisch en helemaal in goede staat zijn. Dat betekent dus bijvoorbeeld goede banden, een goede en goedgekeurde uitlaat, remmen die goed zijn, de veringen die goed zijn en nog veel meer van dat soort eisen waar een scooter moet voldoen. Het belangrijkste wat ik vandaag ga vertellen is, hoe krijg je jouw scooter van de snuit 25 of 30, maar net waar die gaat, naar de snelheid 45, 55, wat toegestaan is om uiteindelijk goed te kunnen laten keuren tot een bromfiets. Want die snelheid, dat is het grootste probleem en ik denk daarmee dat de meeste mensen de grootste uitdaging hebben, want je krijgt de kosten bij. Als jij een scooter gaat opvoeren van bijvoorbeeld 25, 30, wat die standaard gaat, naar 50, 55, want dat is een beetje een mooie marge, dat rijdt bromfietsen meestal, kan je een beetje mee met het verkeer, dan zul je kosten moeten maken. Dat betekent het verwijderen van de vuurring als je een oude tweetakt hebt, want als je die dan verwijdert, ging je meteen echt super hard. Bij sommige scooters vervang je een hele vuurringbus, dat is deze bijvoorbeeld. Dan moet er een andere bus in die dus helemaal glad is zonder vuurringverdikking. Bij de nieuwe scooters Euro 5 injectieblokken bijvoorbeeld, moet je ook softwarematig aan de slag gaan. Dan verander je de ECU of bijvoorbeeld bij de vroegere modellen een CDI. En dan worden de kosten pittig. Maar gaan we beginnen bij het begin. We beginnen bij het allermakkelijkste, de vuurring. Bekend voor iedereen natuurlijk, een scooter en dit is het motorblok. Wat ik hier aanraak is eigenlijk daadwerkelijk de kartkap. En op de kartkap zit de Vario met over de Vario bus als die origineel is. En de snorfiets is normaal gesproken een Vario ring. Die Vario ring kun je verwijderen en als je deze verwijdert gaat hij een x aantal kilometers harder. Ik zeg een x aantal kilometers omdat bij de 1 is het verschil misschien 5 kilometer. En bij de vroegere 2 takken kon het verschil wel 20 kilometer zijn. En soms nog zelfs meer. Je hebt niet alleen Vario ringen, maar ook Vario platen. Bijvoorbeeld Peugeot, het merk Peugeot maakt gebruik van de Vario plaat. En ik geloof dat ik daar een videofragment van heb. Laten we even zien wat de Vario plaat is. Dit is de Vario begrenzing van de Vario bij een Peugeot. Dus ik ga nu een dopje safe pakken. Ik haal deze plaat eraf. En als die plaat eraf is, jongen, dat is echt niet normaal. Dan gaat die echt fucking hard. Fuck. Dit is waar het over gaat. Het ding waar ik doorheen kijk is de gradenplaat die de Vario begrenst. En die hebben we gedemonteerd. Dus nu gaan we de Vario terugmonteren, een heleboel trouwens. En dan gaan we rijden en kijken hoe hard die gaat. Als je deze verwijdert, gaat je scooter extreem hard. En dit kan eigenlijk alleen bij Peugeot. En hij zit geloof ik bij de oude ET2's van Piaggio van Vespa van vroeger. Dat was de Vario plaat. Als je de Vario plaat verwijdert, kan de Vario veel meer zijn werk doen. En daardoor dus een hogere topsnelheid. Dat soort type scooters gaan ook eigenlijk echt vet hard als je de plaat of de vuurring verwijdert. Dat zijn de oude twee takjes. Nou, dit is een viertakt. En bij een viertakt, als je daar de vuurring uithaalt, kun je een winst halen van 5 tot 10 km/u afhankelijk van de CDI of ECU erin zit. Beetje technisch, sorry daarvoor, maar het is helemaal wel wat het is. Als je zo'n kant kan loshaalt, ik heb deze al een stukje losgehaald, dus ik kan er zo afwippen als het goed is. Dan haal je zo dus een kartkap los. Sommige scooters hebben een kartkap waar ook een kickstart aan vast zit. Als er een kickstart vast zit, kun je gewoon laten zitten. En dan kun je hem zelfs gebruiken om met een tik de kartkap een stukje los te krijgen van het motorblok als alle bouten eruit zijn. Kartkap even aan de kant. We hebben hier de transmissie, de aandrijving, V-snaar, koppelingssysteem, Vario-systeem. Hier aan de voorkant, achter deze krukkersmoer, zit de Vario-ring. Ook daar hebben we echt al tientallen video's van gemaakt op dit kanaal Volgens met Joey. En we laten nu dan een fragment zien hoe je zo'n Vario-ring eruit haalt. Linksom draai je de krukkersmoer los. Dat zou gewoon met de hand moeten kunnen. Je trekt de volgorde in één keer er vanaf. Zo. En zit hier tussen de Vario en de startenkrans de Vario-ring. Deze halen we eruit en nu is je scooter opgevoerd. Als je dat hebt gedaan, doe je alles weer in de volgorde zoals je net loshaalde weer terug. Dus eerst deze hele bundel, zo ver als je kan. En dan de krukkersmoer helemaal rond vast, zo lang en zo ver als je kan, terugzetten. Vastdraaien tot je niet meer kan. De ratel. En vast is vast. Nou, dat was de Vario-ring. We hebben het ook van de nieuwere modellen. Van bijvoorbeeld de Vespa Sprint Euro 4, Euro 5 snorfiets. Daar zit dan een bus op met een verdikking. En dat ziet er dan zo uit. En waar het nu om gaat jongens, is specifiek om deze bus. Kijk, die verdikking zit erop. Deze heeft niet die verdikking. Die gaan we vervangen. Een gladde bus erin. Nog
één keer dus. Gladde bus, 6.5 gaan we rollen origineel. Wat nu het resultaat? Ik bouw de boel terug en dan gaan we kijken wat die doet. Goed, nou dat is de allereerste stap voor het opvoeren van een snorfiets en eigenlijk ook van een bromfiets als er een ring in zit, om hem sneller te krijgen. Dit is ook het goedkoopste om te doen. Een veiligheidsverwijder kost bij de meeste winkels iets tussen de 25 en 50 euro, net afhankelijk van waar je heen gaat. Wie weet zelfs goedkoop. Goedkoopste oplossing dus. We zijn nu bij de uitlaatkant. Ik ben expres hierheen gelopen dat de volgende stap van de tweede tak opvoeren is de uitlaat ontgrenzen. Wat kun je doen bij zo'n originele uitlaat? Dit is een originele uitlaat, dit is de demper. Heb je ook de voorbocht. En we hebben het al even over de tweede tak. In die tweede tak voorbocht zit vaak nog een extra pijl, een piemel of een restrictie genoemd. Als je zo'n ding dichtknijpt of afsluit en dichtlast, krijg je enorm veel meer vermogen, dus trekkracht en ook een hogere topsnelheid. Dat is de volgende stap die je kunt toepassen om een tweetak snor of bromfiets op te voeren. We hebben ook vervangingsuitlaten, bijvoorbeeld van Cito Plus. En daarvan kun je de prop verwijderen. Die zit in de voorbocht, zit een prop in. Daarvoor laten we nu even een fragment zien. Uitlaat ontgrenzen. Ik ga de prop nu loshalen door het met de schroefdraaier de prop zo heen en weer te halen en de last te breken. Nou, daar is hij. Hij is gevallen. Ik ga hem nu eruit boren. Dat is de prop. Dat is dus de volgende stap. Uitlaat ontgrenzen of de piemel verwijderen, nou, whatever. Dan gaat hij een stuk harder, kan hij eventueel ook te hard rijden. Gaat hij dan weer te hard, doe gewoon een kleine dunne vuiring terug in je motorblok. En dan kan je de snelheid reguleren op de snelheid die jij zou willen. Als je daarmee nog steeds niet hard genoeg zou gaan, zul je echt de cilinder moeten vervangen. Ik pak heel veel cilinder bij, zodat je goed kan zien wat die cilinder is. Ik ging even kijken of er zo 1, 2, 3 een cilinder los had liggen, had ik helaas niet. Ik heb wel een fragment dat we een 70c cilinder monteerden onder een zip. Daarin kun je alleen zien wat een cilinder is. Wat is die cilinder? Laat het nu even zien. Uit de verpakkingen links de Bellini kit, rechts de CTC Bellossi kit, allebei CTC dus. Het verschil als we kijken naar de zuiger is dit. Je ziet dat deze veel kleiner is. Nou, daar kun je dus heel makkelijk herkennen dat de CTC is. Goed jongens, je ziet nu het cilinder. Dit is een CTC cilinder die we onder de zip hebben gemonteerd. De CTC is echt veel sneller dan 50C, maar dit onderdeel heeft de cilinder met de zuiger en daarmee kun je snorfiets opvoeren naar bijvoorbeeld een bromfietscilinder. Dan komen we bij viertakt uit jongens, viertakt. Viertakt is een stuk technischer om op te voeren. Waarom? Met de vuiring waarschijnlijk ben je het niet alleen. Een viertakt gaat nou helemaal niet zo snel. Een viertakt maak ik vaak gebruik van die variobus met die verdikking dus. Maar ook dan nog, als je die verwijdert of verandert, gaat het niet snel genoeg. Dus, wat krijg je bij een viertakt vaak? Hier heb ik een aantal liggen. CDI's. In deze verpakking, haal er even eentje uit, zit een CDI. Dit is een CDI jongens. En met zo'n CDI kun je je scooter opvoeren. Je hebt snorfiets en bromfiets CDI's. Het verschil is het aantal toeren wat zo'n ding toelaat. Bij een bromfiets CDI laat hij gewoon veel meer toeren toe dan bij een snorfiets CDI. Dus een snorfiets CDI doet bijvoorbeeld in Noord 8000 toeren. Nou, dan trekt hij dus langzaam, rijdt hij niet zo hard. Dat is dus ook het verschil waarom als je de vuiring weghaalt bij een viertakt, hij niet zo hard gaat, omdat hij nog steeds begrensd wordt door zo'n CDI. Haal je een vuiling weg bij een bromfiets CDI, dus met meer toeren, 9000 of 10.000, noem maar wat. Dan is het verschil ook echt een stuk groter, omdat je dan echt veel meer rendement hebt van die toeren. Dus je krijgt ook meer trekkracht en hogere top met zo'n CDI. Wat is dus de volgende stap bij een viertakt? Als je de vuiling hebt verwijderd en gaat niet hard genoeg, de CDI. Deze kun je dan vervangen voor een bromfiets CDI, als er snorfiets in zit. Laat meer toeren toe, daardoor meer trekkracht, hogere topsnelheid. Hij zou te hard kunnen gaan als je deze CDI zonder vuiling monteert. Dus wat je zou kunnen proberen is, monteer een bromfiets CDI voor jouw type scooter. Het kan een Kimco zijn, het kan een Malikuti Centro zijn, een Vespa, LX, whatever. Heel veel viertakt scooters hebben dus een CDI, snor of brom. En dan kun je de bromfiets gebruiken om mee op te voeren. Dat is de volgende stap. Maar er is nog meer. Dit is een bromfiets CDI. Wat we ook nog hebben, zijn
begrensers, jongen. En een begrenzer is eigenlijk ook gewoon een CDI. Alleen daarin een module om tussen langzaam en snel te kunnen schakelen. Dus net zei ik, bij de bromfiets CDI kun je hem gewoon vervangen. En dat hij bijvoorbeeld 60 gaat of 65. Totdat je de ervaring doet en dan gaat hij 50, 55. Dat is dus toegestaan. We hebben ook nog begrenzers, jongens. En dit is helemaal een onderdeel. Want je hebt verschillende begrenzers voor heel veel verschillende scooters. In dit geval Vespa Piaggio. Deze heb je in de potmeter variant. Dan moet je hem afstellen met de schroef hier aan de onderkant. Of je kunt hem afstellen met de assistbediening. Met de plus-min. Als je bijvoorbeeld voor de plus-min zou gaan, hoeft er sowieso geen fairing meer in. Ook bij deze trouwens niet. Want je kunt hem dus afstellen op toeren met dit onderdeel. En dan ontgrenzen door op een knopje te drukken. Als je dan bijvoorbeeld naar de RDW gaat en je wilt dat je daar maximaal 50 op de bank gaat. Druk je in het geval van de plus-min variant op min-min of plus-plus dat die 50 afgesteld is. En als je dan klaar bent bij de RDW, dan druk je op twee knopjes tegelijk en dan gaat die 60-65. Stel dat je 60-65 zou gaan op de rollenbank bij de politie of bij de RDW, wordt die niet goedgekeurd of bij politie krijg je een boete of een walkstatus. Nou, zo'n begrenzer zorgt dus voor als je het plakje uit hebt gezet dat die max 50 gaat en dan kom je dus zonder problemen weg bij zo'n rollenbank, mits ze er niet achter komen dat je zo'n begrenzer hebt. Wat je dus nooit moet doen, deze assenbediening aan je sleutelbos hangen. Doe je dat namelijk wel, dan zie je het onderdeel dit herkennen als een begrenzer. Heb je een probleem, krijg je een walkstatus. Dus ook dit is een variant voor opvoeren. Yes. We gaan nu de begrenzer monteren. Met de begrenzer kun je het afstellen op begrensd, bijvoorbeeld 30. En ontgrensd, maar net wat hij haalt, 60, 65. We laten het nu even zien. Nou, vol gas, eerste test. Dit lijkt heel langzaam. Nou, dan druk je een paar keer op die plus. Kijk, plus. En dan gaat hij harder lopen. Het gaat niet snel, maar het werkt zeker. Je kan op iedere snelheid afstellen, jongens. Bijvoorbeeld 25 of 30 of 40. Alles wat je wil. Stel dat het nu goed is, dan druk je op twee kastjes tegelijk en dan gaat hij bouwen. Hoppakee, ontgrens. Dan gaat hij gelijk een toer maken. Mooi systeempje, hè? Nou, dat is de begrenzer, jongens. Nou, dat is natuurlijk het allermooiste om te monteren. Wel het meest kostbaarste van hetgeen wat we nu hebben behandeld. Wat er nog overblijft zijn een aantal dingen, jongens. Je zou ook voor een echte snelle cilinder kunnen gaan. Bij een tweetak wordt het lastig, want je gaat gewoon veel meer toeren krijgen en dat zullen ze niet accepteren. Bij een viertak kan het wel. Bij een viertak kun je een 80C monteren, een dikke cilinder van Melossi bijvoorbeeld. Waardoor je heel veel trekkracht krijgt en eventueel zelfs een topsnelheid die jij wil. 60, 65, 70, 75, 80. Maar stel dat je bijvoorbeeld gewoon 6 laat rijden en een begrenzertje neemt, dan heb je enorm veel trekkracht, echt serieus. Maar toch gewoon de normale topsnelheid die gewoon prima te doen is op de weg. Als zo'n ding 60 gaat op jou tellen, gaat hij misschien met een hoop geluk 54 op de testbank. En dan zou hij dus gewoon goedgekeurd zijn. Het is wel echt heel erg grijs gebied, omdat je wel eigenlijk dan echt tegen de grenzen zit van wat eigenlijk mag. Maar dan rijdt hij wel het allerlekkerst. Nou, we zien hier zo'n beestje. Dit is een snorfiets en deze wil de klant kwalijk maken. Om tot een bromfiets te laten keuren. Het is alleen zodanig oud beestje met zoveel mankementen dat je afvraagt, is deze scooter dat geld nog waard? Want deze bijvoorbeeld kapotte spiegels, hier is hier nog één die goed was, maar die andere was geloof ik stuk. Snuitmeter doet het niet. Heel veel dingen, mankementen, waardoor je echt aan een hele hoge kostenpost zit. Een scooter als deze, in mijn optiek, is dat eigenlijk niet meer waard. Want je gaat zoveel honderden euro scooter stoppen, die maar zoveel honderden euro's waard is. Daarom vind ik dat Nederland wel mensen een probleem heeft opgezadeld. Want sommige mensen die willen natuurlijk gewoon niet zo blijven rijden met de helm. Dus je moet dan of de scooter weg doen en een bromfiets kopen. Of die snorfiets laten om kunnen naar een bromfiets met alle kosten en nadigheid van die. Maar goed, het is niet anders. Wat zou ik doen als ik een snorfiets had? Zeker laten omkeuren. 100% waarom. Lekker mee met het verkeer, lekker op de weg. Je moet toch een helm. Ja, laat dan maar een bromfiets rijden, rijden het lekker ook. En de marge van de teller, zeg maar, hoe hard je mag gaan op de teller van een bromfiets, is hoger dan die van de snorfiets. Bij een snorfiets is de max eigenlijk 34, terwijl die 25 mag. Bij een bromfiets ben ik naar de RDW geweest een lange tijd geleden, toen was de marge 60. Dus hij ging 60 tellen, hij mag 45, dus het gebied is groter. Ik hoop dat iedereen hier een klein beetje zijn heeft gehad. Als je echt een hele specifieke gedetailleerde video wil van hey, ik wil van mijn snor een brom maken, waarom moet het ding aan voldoen? Zou ik proberen een nieuwe video te maken, maar even onder in de comments reageren of jij dat wil. Vond je dit een handige video, ook al
heb ik niet heel gedetailleerd ingegaan op de technische kant van waar de scooter aan moet voldoen. Laat het even weten, like voor deze video en zorg voor jullie volgende keer een preview te maken waarin je dus weet van oké, nou, zo moet de rem zijn, zo moet het frame zijn, zo moet de, weet ik wel, wat de andere maar zijn. Dit was in ieder geval deze keer, het ging over de snelheid. Vind ik het leuk wat Nederland heeft gedaan? Absoluut niet. Maar het is niet anders, we moeten mee aan de slag. Wil jij jouw vest of jou laten omkeuren? Kan ook via ons. We gaan niet naar de RDW, maar we kunnen wel keurings klaarmaken natuurlijk voor jullie. Nou, check dan Joey Schaapendeel, ook voor de opvronddeel die ik het allemaal heb behandeld in deze video. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Volgende Joey, zodat je geabonneerd bent. Want zie je de volgende keer als ik die techniekvideo maak.